geweld van het veld. Niet geweld op het veld, want we weten wel dat het er is. Maar hoe krijgen we dat geweld nou van het veld? Naar aanleiding van die talkshows vorig jaar is er een prachtig charter sportief opgesteld. Maar nu ook helemaal wetenschappelijk onderbouwd. En dat wordt overhandigd aan de gemeente Amsterdam en aan de KNVB. Natuurlijk in de hoop dat daar ook wat mee gedaan wordt. Maar wij hopen ook vandaag dat er weer nieuwe aanbevelingen bij komen. En ik wil dan het woord geven aan Paul van Lange. Want hij zal met zijn column een aftrap geven. Bij geweld langs het veld gaat vrijwel altijd de aandacht uit naar de dader. Mijn stelling is dat groepen zich alleen kunnen corrigeren als er effectieve ingrijpers zijn. De zogenaamde normhandhavers. Waarom niet de ingrijper extra in de zon zetten? Mijn tweede stelling is dat vrouwen en mannen in dat opzicht perfect kunnen aanvullen. Eén belangrijk verschil is dat vrouwen het gemeenschappelijk belang net even wat belangrijker vinden dan de strijd tussen groepen. Bovendien is het voor mannen extra moeilijk om fysiek agressief te reageren op vrouwen. Mijn aanbeveling is dan ook, bevorder de aanwezigheid van vrouwen langs en in het veld. En vrouwen, laat je horen in de eerste helft, in de tweede helft en zoek de gezelligheid in de kantine na afloop van de wedstrijd. Maar blijf van de mannen af in de derde helft. Zij willen ook wel eens het gevoel hebben om thuis te zijn. Vind je het een goed idee om ook juist meer vrouwen bij jullie initiatief te betrekken? Nou, ik denk dat het sowieso goed is. Hoe meer mensen daarbij betrokken zijn, des te beter het is. Ik denk dat het ook een stuk gezelliger wordt in zichzelf. Op weg naar hier naartoe las ik op Twitter een uitspraak. Die werd eigenlijk toegeschreven aan Avital Selinger. Namelijk, vrouwen die hebben... laat ik beginnen met de mannen. De mannen die moeten eerst goed presteren om daarna een goede sfeer te hebben in de derde helft. Maar vrouwen hebben een goede sfeer nodig om te kunnen presteren. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad dat wij er gewoon wel zijn. Maar ook dat we die positie een beetje claimen. Ik moet eerlijk zeggen, als ik vrouwen meeneem naar het voetbal, nou, ik ken er niet zo heel veel die echt heel graag mee willen. Maar als ze eenmaal geweest zijn, vinden ze het wel ontzettend leuk. Maar het mooie vind ik wel nu Paul Verlangen en nu wij dit aan dit charter hebben gewerkt. Wat je kan zien is nu dat je dus ook wetenschappelijk kan funderen. Dat je met elkaar kan zeggen, hey, als het dus psychologisch zo is dat vrouwen een hele goede functie daarin kunnen hebben, dan betekent het bijvoorbeeld dat ik in mijn instrumenten, bijvoorbeeld met wet en regelgeving, daar wellicht aandacht aan zou kunnen besteden. Dat de beleidsmakers daar bewust een plek ook voor gaan inruimen en dat we met z'n elkaar dus inderdaad werken aan meer sportiviteit en respect. Kevin, want dat weet ik zelf ook, er zijn op het gebied van scheidsrechters heel weinig vrouwen te poren. Want jullie zijn of jullie, ik spreek jou dan even aan als jullie scheidsrechter. Als werven van. Ik ben het met je eens. Ik denk ook dat er heel veel kansen zijn voor dames als ze ervoor kiezen om scheidsrechter te worden. Het tekort is dusdanig groot, niet alleen maar bij de mannen, maar ook zeker bij de dames, dat ze hele snel stappen kunnen maken. Dat wordt wel degelijk ook in gang gezet. Alleen op een of andere manier is dat voetbal toch nog wel een klein beetje een struikelblok. Alhoewel, bij de jeugd, ga maar eens kijken, bij de E en de F-pupillen wordt alleen maar gevoetbald met meisjes en jongens door elkaar heen. Zelfs mijn neefje komt thuis en ik heb verloren. Nog wel van een paar meiden ook, weet je. Dus dat krijgt wel steeds meer een zekere plek in het voetbal. Dus ja, ik zou zeggen, we moeten het stimuleren. Een stukje KNVB, denk ik, kan daar zeker aan bijdragen. En Paul van Lange daar gewoon bij betrekken. Ja, die column die moet je gewoon bij de Wereld Draait Door nog een keertje voorlezen. Want ja, het is een oproep aan alle dames. Dus heel goed. Voetbal is de allermooiste sport ter wereld. Strijd, passie, samenspelen. Een mooie wedstrijd. De sfeer, de spanning, met je team, met je tegenstander, met elkaar. Dat is onze band. Dat is waar we voor staan. Ik ben aanvoerder. Ik ben een aanvoerder. Ik ben een aanvoerder. Ik ben een aanvoerder. Ik ben een aanvoerder. Jij ook? Waarom zijn jullie dit begonnen? Als aanvoerder ben je een soort van leider, wat ik net al zei. Dat zijn toch de teamgenoten die naar je luisteren. Nou, misschien is dat om te verenigen en van daaruit de boel een beetje aan te gaan sturen. Dus ook een voorbeeldfunctie? Een voorbeeldfunctie, ja. Vind je dat de voetballers die voorbeeldfunctie genoeg op zich nemen? Ik heb het dan over de profvoetballers. Ja, kijk, het is natuurlijk waar wij mee te maken hebben is emotie tijdens een wedstrijd. Kan je dat nog op een bepaalde manier inpalmen, dat je niet over de scheef gaat? Ja, de grens die bepaalt uiteindelijk de scheidsrechter.
vertellen. Marjan, even, je hebt alle initiatieven gelezen, of naar alle plannen van de KNVB, van de overheid. Kunnen we concluderen dat er op dit moment ook veel gericht is op repressie? Straffen helpt als het meteen is en wel daadwerkelijk, hè, meteen, kort erop zit. Ja, daar moet je je voordeel mee doen. Maar je moet zeker naar dat voortraject gaan kijken. En je ziet ook in die charter, en je ziet nu ook waar de KNVB mee bezig is, waar al die andere initiatieven mee bezig zijn, dat die veel sterker zitten op het preventieve gedeelte. En ik denk dat daar echt een wereld te winnen is. Ja, dan wil ik even naar twee heren hier op de eerste rij gaan. Maar zij staan allebei met hun poten in de klei op dit moment. De een als trainer van Buitenvelder, de ander als voorzitter van FC Boshuizen. Hoezin, als ik even als eerste naar jou toe ga. Kijk, ja, wat ik meemaak is natuurlijk de realiteit. En wat wij hebben gezien is dat jongeren natuurlijk van de straat komen en dan op het veld dingen doen. Maar dat heeft ook allemaal oorzaken. En daar wordt niet naar gekeken. Ik vind niet dat je alleen maar op het veld moet kijken. Bij Boshuizen heb ik gekeken van nou, wie zijn mijn trainers? Dus ik heb allemaal jongens vanuit de wijk genomen die dus een pedagogische achtergrond hebben. Want het is niet alleen maar ja trainen. Want vaak is die vader die traint. Nee, die denkt van, nou, ik ga team trainen en ik moet beter worden. Maar wij zijn echt puur bezig om ook dingen te voorkomen. Als we teruggaan naar de bron, kunnen we voorkomen waardoor we deze fouten maken. Dat is wat ik heb aangekaart, dat we echt heel diep moeten gaan kijken. Want het is een maatschappelijk probleem, een opvoedkundig probleem. Dat zit heel diep bij ons. Dit zijn mensen die echt wel weten wat er gebeurt in de voetbalkleedkamer, op het voetbalveld, in het sportveld. Het gedrag van mensen goed typeren, goed analyseren. Ja, en als het dan gaat om de huidige conjunctuur in de sport, in de voetballerij in het bijzonder, en je kijkt naar de komende paar jaar, dan is ons er alles aan gelegen om een gedragsverandering dus te doen plaatsvinden. Wij zien graag, jongens als deze, beide verenigingen overigens, dat het vanuit de verenigingen zelf komt. Dat het eruit de leden zelf komt. Die alom grote maatschappelijke verontwaardiging na 2 november. Dan kun je allemaal top-down wat zitten verzinnen als KNVB. Maar het moeten de verenigingen zelf zijn die verontwaardigd zijn over hun collega-voetballers, over hun trainer, over dat, die ingrijper. Dat vind ik een mooie. Die term kenden wij nog niet. Maar dat moet een held zijn, de ingrijper. Gewoon aanspreekgedrag, met elkaar omgaan. Een cultuur eigenlijk ontwikkelen binnen je vereniging, waarin aanspreekgedrag beloond wordt. Ja, of daar een taak van de overheid is. Ja, weet je, ik vind altijd die taak van de overheid is een soort vadertje staat die dan is volgens mij altijd het laatste redmiddel wat je zou moeten kijken. Ik zou het zelf ook aan de jongens zelf willen vragen, want volgens mij kennen zij ook wel zat, ik bedoel soort zoek soort. Er zijn nog meer jongens die jullie kennen waarschijnlijk die dit best zouden kunnen doen. Hoe kunnen we die nu enthousiasmeren om een dergelijke taak op zich te nemen? Nou, ik heb de wijsheid ook niet in pacht, maar ik denk wel dat de overheid daadwerkelijk er mee bezig is. Als ik kijk naar het veilige sportklimaat, waarin ambassadeurschappen worden weggezet. Nou, dat heeft mij de ruimte gegeven om met ja, nu zo'n 12 collega scheidsrechters naar spelregelavonden te gaan in het hele land. Kortom, ja, die financiële mogelijkheden hebben wij nu gekregen om in ieder geval te zorgen dat die mensen bij die verenigingen, zoals deze twee mannen, dat die ook gevonden worden. En geloof mij, er zijn gewoon ontzettend veel goede clubs die het echt uitstekend voor elkaar hebben. Van de week was ik bij VV Internos in Etten-Leur. Hartstikke goede vereniging. Alleen die voorzitter zegt tegen mij, als ik hier iemand rooieer of als er een ouder over de scheef gaat, dan heeft dat ook voor zijn functie zelfs consequenties. Hoe gaan we daarmee om? Hè? Is is dat allemaal wel goed beschermd voor zo'n vereniging? Ik ben ook heel benieuwd. Hè? Op zaterdagochtend, als die F-jeugd aan het spelen zijn, is alles goed geregeld? Durven jullie mensen aan te spreken? Staan er niet 3-4 scheidsrechters in één veld? Hè? Want die ouders die lopen echt in het veld. Ik zou graag een keertje komen kijken of ik dat soort dingen. Ik denk dat dat bij hun niet gebeurt, maar dat schat ik zo in. Maar is het ook niet zo gewoon dat zij gewoon toch de regels bepalen binnen de club? Ja. En als je daar niet aan houdt, ja, dan is het gewoon over. Ik vind toch wel die wat je merkt is toch de diversiteit bevorderen. Dus hè, inderdaad, of dat nou meer vrouwen, meer. Hè, dus dat je met elkaar daar heel bewust beleid op voert. En dat, ja, daar kan ik gewoon heel kort over zijn. Wat ik wel een goede vond, ik weet niet, was die afkoeling inderdaad, dat psychologische effect. Time-out, daar ben ik in principe, had ik zoiets van, jeetje, dat wordt wel heel lastig, hè, die 10-minuten regel. Ja. Maar toen ik dit las, dacht ik van, ja, er zit wel echt een psychologisch effect aan. Leg hem even uit. Nou, het sluit heel erg aan bij die rechtvaardigheid. Het is eigenlijk, als je dus een speler die echt een overtreding maakt, 10 minuten bijvoorbeeld uitdoet, dan betekent dat in feite dat rechtvaardig is ten aanzien van het andere team. Sorry,
sorry, rechtvaardig is, het andere team wordt daarmee beloond. Hè? Dus je eigen team wordt daarmee bestraft, wat heel goed is. Maar tegelijkertijd is het zo dat de verdediger die bijvoorbeeld die overtreding die heeft meegemaakt, die is op zoek naar vergelding. Ja, maar die kan dat dan niet doen, die 10 minuten. Bart Zijlstra, ik wil u het laatste woord geven. Wat zou u hier nog aan toe willen voegen? Nou, ik ben vooral erg blij dat ook zo'n middag als vandaag weer laat zien hoeveel mensen betrokken zijn bij dit onderwerp. Dat vanuit de aanvoerders dat komt, dat vanuit de verenigingen, vanuit het voetbal zelf er initiatieven zijn. Dat jullie actief zijn elk weekend. Ja, dat heb je nodig om samen een verschil te maken, want alleen samen kunnen we het. Ik ben het volledig met u eens, maar wat ik niet hoor, u hebt het over effectief zijn, wat werkt wel? De bron, we moeten terug naar de bron. Wat is de oorzaak? Waar komt dit gedrag vandaan? Het is dus niet een probleem van alleen de sport. Het is een maatschappelijk probleem. En dat begint dus bij de ouders. Dat begint in de opvoeding. Dat begint ook in het bewegingsonderwijs. Leer daar de kinderen ook die rol van scheidsrechter te pakken. Dat is ook een van de ideeën die bij de topberaad aan de orde zijn geweest. Maar die ouders, ja, daar begint het natuurlijk wel mee. Wat je nu wel ziet met ouders, dat we ook weer erg op die repressiekant zitten. De ouders mogen dan, die gaan we dan tuchtrechtelijk straffen. Die mogen hun leven lang niet meer aan de kant komen. Maar aan de andere kant denk je dan, ja, die had wel dat kind. Hè? Dus dan hebben we die ouder gestraft, maar indirect meteen ook dat kind. Woesijn heeft nog een goed idee, dat is nog niet gezegd. Laat de ouders ook verplicht lid worden van de sportvereniging, waardoor je betrokkenheid eist. Dan heb je in ieder geval zo langs de kant. Mensen, we gaan nog een talkshow organiseren. Ik vond het ontzettend leuk. Tom Duiden van Troost, waarom hebben jullie de behoefte gevoeld om dit initiatief te nemen om juist dit soort dagen te organiseren en om ook om zo'n charter sportief te komen? Ik praatte met Peter Beek een paar jaar geleden. En we hadden het over de prestatiesamenleving. Dat prestaties nodig zijn om verder te komen, om te groeien als samenleving. Maar dat prestaties ook de grenzen in feite benoemen die je moet overschrijden om verder te komen, maar tegelijkertijd waar allerlei normen en waarden aan de orde zijn die je kunt overschrijden als je grenzen verlegt. Nou, die spanning in het grenzeloos presteren, we moeten verder, maar we moeten tegelijkertijd oppassen dat we niet te ver gaan. Nou, die zie je bij uitstek in de sport. Dus in dit programma zie je die maatschappelijke vraag, waar we het net al een beetje over hadden, die zie je hier heel specifiek terugkomen. Nou, dat is niet alleen een kwestie van sport, dat is ook een kwestie in het onderwijs, op de werkplek enzovoort. Dus wat we hier leren vandaag, wat we zien in het charter, dat is niet alleen van toepassing wat mij betreft op de sport en al helemaal niet alleen op het voetbal. Maar we kunnen daar ook heel veel mee doen in het onderwijs en op de werkplek. Marjan Olvers heeft net al uitgelegd wat voor een club het was, hoe jullie bij elkaar zijn gekomen. Waar hebben jullie nou specifiek op gelet? Dat heb je eigenlijk ook al is al een beetje wel verklapt. Maar wat is nou echt zo? Wat maakt dit zo speciaal? Nou, aanvankelijk hadden we 80, ruim 80 van die stellingen. En die stellingen die hadden wat overlap. En ze kwamen overal vandaan. En toen hebben wij al die stellingen naast elkaar gezet. Gekeken van wat is nou de wetenschappelijke evidentie, de aanwijzingen die we hebben ter ondersteuning van die stellingen. En zijn er eventueel nog nieuwe stellingen mogelijk? En we zijn eigenlijk heel erg tevreden over het resultaat. Het is super interessant. En hier staat alles heel beknopt in. En ik denk dat het is eigenlijk ter lering. En een beetje vermaak, maar vooral ter lering. Dit is hem. En nogmaals, ik raad het iedereen aan. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Dank je wel. Ik vond het heel fijn aan deze talkshow dat er allerlei verschillende mensen zaten. Van de beleidsmakers, tussen de mensen waar het over gaat, een scheidsrechter, een oud voetballer met een voorbeeldfunctie. Oud voetballers die nu op amateurniveau werken. Eigenlijk was iedereen vertegenwoordigd. Waardoor het lekker praten was, want iedereen had overal een mening over. Ik vond het ook heel bijzonder hoe de initiatieven waren heel creatief en hoe iedereen daar open op reageerde. Je ziet toch wel eens dat beleidsmakers denken, daar zit ik aan vast. Vrouwen betrekken in het voetbal, heel interessant idee. Laten we ook doorpakken, zegt Marjan Olvers. Dat moeten we dus ook een kader voor maken dat gebeurt. Er zaten gewoon een heleboel goede dingen bij. En ik vond het mooi dat de discussie niet ging over de excessen, maar de discussie ging over wat kunnen we eraan doen.